Goedemorgen allemaal. Het is klokslag 10 uur. Mijn naam is Anton Uithaag en ik zit hier met Deen in Mastwijk. En we gaan het vandaag hebben over het aan de slag met de web-app builder voor ArcGIS. Zelf ben ik productconsultant bij Esri Nederland. En mijn focus ligt op onze developerproducten. Dus met name de runtime SDK's, maar ook de web-APIs. Daarnaast ben ik ook heel enthousiast over web-app builder voor ArcGIS. Waarom? Omdat het product is functioneel ook uitbreidbaar met widgets. En we kunnen de thema's ook visueel veranderen. Het is volledig gebaseerd op HTML5 en daarmee dus ook toekomstvast. En eigenlijk iedereen kan er de juiste webapp mee configureren. Webapps die zowel op desktop als tablets en mobiel te gebruiken zijn. Dankzij responsive design. Daar zullen we zo meteen nog wat meer van zien. Tijdens deze presentatie wil ik jullie kennis laten maken met de vele mogelijkheden van de webapp builder voor ArcGIS. We gaan ook kijken hoe onze klanten het succesvol inzetten om informatie te delen. En we gaan duiken ook in de functionaliteiten die beschikbaar zijn en hoe we die kunnen inzetten. En tenslotte gaan we ook kijken naar de mogelijkheden om het product uit te breiden door middel van de developer editie. En waar we inderdaad nog meer informatie kunnen vinden en voor als je hier zelf mee aan de slag wil. Maar goed, zoals gezegd, het gaat dus over het delen van informatie. Delen met je collega's binnen, buiten kantoor. Delen met samenwerkende organisaties, de klant. Of misschien wil je publieke betrokkenheid creëren met de burger. ArcGIS Online en Portal van ArcGIS maken dit mogelijk. En de apps die we dus maken, die vormen in feite de interactieve interface. En Web App Builder is het gereedschap om die app te maken. Ik ben heel blij dat Omgevingsdienst Midden-Holland mij toegang heeft verleend om te laten zien hoe zij Web App Builder gebruiken buiten in het veld. De Omgevingsdienst Midden-Holland. Ja, die zijn verantwoordelijk voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. En een van hun taken is inderdaad het toezicht en handhaving van milieuregels, bouwen en woningtoezicht. En dat doen ze eigenlijk voor een vijftal gemeenten. Huh? En zoals gezegd, de toezichthouders gaan dus naar buiten met een iPad om hun taak uit te voeren. Laurens Kussen heeft in overleg met de achterban heeft deze Web App Builder Viewer gemaakt. En wat we hier zien. Oh, daar gaat nu natuurlijk iets mis. Ik zal hem even verversen. Hadden we de sessie voorbereid en we zijn natuurlijk even met een time-out eruit gegooid. Even kijken, wat we hier zien zijn. Ik kan net. Ja. Zijn de volgende informatielagen. Op de kaart staan dus alle te controleren vergunningen, sloopmeldingen, etc. Toezichthouders kunnen dus naar buiten en kunnen dus inderdaad hebben de informatie bij de hand. De informatie over de vergunningen en de sloopmeldingen. Maar daarnaast kunnen zij ook op het moment dat ze in het veld zijn, de handhaving, de melding ook weer afhandelen. Door inderdaad met een tablet of een mobiel apparaat een foto te maken. En deze te mailen naar de back-office. En dat doen ze dus inderdaad door op dit linkje te klikken en het mailtje te versturen. En op die manier is het informatiecirkeltje ook weer rond. Nou, ik kan me voorstellen als je in het veld bent dat je enkel alleen je eigen werkzaamheden wilt zien. En daarvoor gebruiken we hier linksboven het Query Widget, heet dat. Nou, het is in feite een filtermechanisme waarin ik mijn vergunningen die ik moet controleren kan zien. Ik kan mijn naam kiezen. Bijvoorbeeld, ik ben meneer Roon. En ik kan even een ruimtelijk filter gebruiken om de objecten te beperken, want ik bevind me nu eenmaal in dit gebied. Ik kan het toepassen
En vervolgens krijg ik inderdaad een lijst met een 24-tal objecten die ik vandaag kan gaan inspecteren en af kan handelen. Een ander voorbeeld is het ArcGIS online portaal van de gemeente Zoetermeer. En de gemeente Zoetermeer deelt dus ook heel veel informatie met de burgers. En we kunnen dat hier zien. De openbare verlichting, het openbaar vervoer, welke werkzaamheden zijn er, waar bevinden zich speelplekken, een stukje historie, kaarten van toen en nu. Maar, nou ja, goed, ook actueel, hè, of tenminste, laten we hopen dat er nog een winter aankomt, de strooiroutes, informatie over bomen, monumentale bomen, maar dus ook sonderingen en vloerpeilmatenarchief. Dat is deze Web App Builder, deze app die uit Web App Builder komt. En hier zien we, oh, ik kan dus ook afdrukken, hierin zien we de sonderingen, maar ook de rapportages hebben zij dus als bijlage erin gezet. En daarnaast geven ze ook de pijlmaten van de vloeren ten opzichte van het NAP. Dus ook dit is weer een voorbeeldje waarin je informatie kan delen met de burger, bijlages kan toevoegen en eventueel ook, dat zien we hier, hebben ze ook een afdrukken-widget geconfigureerd. Ik kan dus ook een PDF-afdrukje maken van deze kaart. Oké, dat waren even twee klantvoorbeelden. Nou, op welke wijze hebben zij deze apps nu gemaakt? En hiervoor zijn een aantal stappen voor nodig. Ja? Het eerste is de app creëren. Vervolgens kunnen we een huisstijl kiezen. Ik kan een kaart kiezen. Want namelijk de kaart, dat is dus heel belangrijk, dat is eigenlijk de drager van onze informatie. We gaan dus altijd uit van een webmap met daarin een basislaag, maar ook de informatielagen die we daar bovenop plaatsen. Je wilt niet alleen maar de webmaps laten zien, je wilt functionaliteit toevoegen. Dat doen we dus door widgets toe te voegen. En die widgets kunnen we weer configureren en op maat configureren. Zoals ja, in de manier waarop we ze willen gebruiken. En tenslotte kan ik dus previewen en publiceren, zodat het voor meerdere mensen toegankelijk is. Nou, laat ik eens naar ArcGIS online gaan en hier ben ik ingelogd in het SRI Nederland portaal en wat ik dus hier nu kan gaan doen is laat ik gewoon eerst eens een webmap maken. Dus ik start de standaard viewer op en nou laat ik eens gaan kijken in Willemstad, het mooie dorpje in Noord-Brabant. Even kijken, waar bevindt hij zich? Willemstad. Dat is wel grappig dat hij, ja, daar is daar aan gevonden. De geocoder vindt hem. Het is een vestigingsstadje in de provincie Noord-Brabant. En wat ik eigenlijk wil gaan doen is een applicatie maken die onze back-office kan gebruiken om mensen misschien mailings te sturen of informatie te sturen op het moment dat er dat er meldingen zijn of hè, dat we bewoners moeten informeren. En dat dus, laat ik dus ermee starten om wat informatie toe te voegen. En dat kan dus inderdaad als ik de URL zelf weet, maar ik ga gewoon eerst even zoeken in ArcGIS Online. Ja? Dus laat ik gewoon eens zoeken op meldingen van openbare ruimtes. Even kijken hoe dat ook alweer heet. Meldingen openbare ruimte. Ik zie hem nu hier niet direct bij staan. En het zijn inderdaad niet meldingen, maar het zijn bekendmakingen. Bekendmaking. Nul resultaten. Waarom? Hij zoekt binnen het kaartgebied. Dit is raar. Waar zijn de bekendmakingen? Bekendmakingen op ArcGIS Online. Geen resultaten.
Nou, dat zul je dus altijd zien. Dat ik ze niet kan vinden, maar goed, dat is niet zo erg. Mijn tweede informatielaag die ik wilde toevoegen, dat is eigenlijk gebaseerd op alle adressen die ik heb. En ik wil die dus gebruiken voor mijn bezorgers. Dus laat ik inderdaad gaan zoeken in mijn organisatie. En laat ik dan zoeken naar de bezorger, bezorgingen. Bezorg. En ook die kan die niet vinden. Ik ververs even mijn viewer. Ik ben nog steeds ingelogd. Toevoegen van lagen. Kaartlagen. Toevoegen mijn organisatie. Bezorg. Nee, kan ik niet vinden. Is helemaal niet erg. Die content heb ik namelijk gewoon zelf erop staan. Dus laat ik gewoon eens even kijken waar die content zich bevindt. En inderdaad, hier vind ik mijn feature laag van bezorgingen. En laat ik die toevoegen aan een nieuwe kaart, zodat ik inderdaad nu wel die informatie laag heb. En ik ga even terug naar Willemstad. Nou, die vindt hij al. En je ziet inderdaad hier de laag die ik niet kon vinden, maar nu toch aanwezig is. Heel mooi. Wat voor informatie zit hierin? Nou, hier vinden we inderdaad de informatie over straten, de adressen in feite. En ik heb er ook een bezorger aan. Want ik wil op het moment dat er een bekendmaking is, wil ik gewoon een mailing eruit laten gaan. En ik wil graag dat onze secretaresse dat gewoon zelf kan doen. Nou, ik heb dus hier mijn kaart. Ik sla hem eventjes op. Bezorgen zal ik hem noemen. Bezorgen, bezorgen. En ik heb nu mijn kaart opgeslagen. En dit is eigenlijk het uitgangspunt om er een app van te maken. Dus dat kan ik doen door de kaart te gaan delen en er een webapp van te maken. Esri heeft heel veel mooie configureerbare apps ter beschikking, hè? Zoals storytellings, eenvoudige kaartviewers, maar we gaan aan de slag met webappbeelder. Dus ik kies het tabblad webappbeelder en ik start de webappbeelder omgeving. En hierin kan ik dus nu de app die ik wil gaan delen gaan configureren. Nou, zoals we hier aan de linkerkant zien bij het tabblad thema, heb ik dus de keuze uit een aantal thema's. Ja? Elk thema is responsive en is dus ook goed te zien. Het bevat wat andere kleuren. Soms kan je wat meer of minder knoppen toevoegen. En dat is een beetje de verschillen. Hieronder zien we dus ook de layout die ik kan kiezen. En dat bepaalt dus inderdaad waar ik mijn knoppen wil hebben. Ja, dus ook daar kan ik mee spelen. Het volgende tabblad is het kiezen van de kaart. Nou, ik heb mijn webmap dus al gekozen. Mocht je daarin veranderen, kan je nog een andere webmap kiezen. Nou, wat veel spannender zijn de widgets. Hè? Ik kan dus functionaliteit toevoegen aan deze kaart. Een van de widgets die ik zou kunnen toevoegen is bijvoorbeeld het print widget. Als ik dus wil dat mijn gebruiker het kan afdrukken, kan ik dus inderdaad het print widget kiezen en deze plaatsen. Het volgende schermpje is een configuratie. Hierin staat oké, welke service ga je gebruiken om te printen. In dit geval is dat een ArcGIS voor server. Service, maar ook het printen kan via ArcGIS Online Services. Ik kies OK en we zien hier nu rechtsboven mijn print widget en dat is nu klaar. Mocht ik later nog zaken willen veranderen, kan ik dus weer naar mijn print widget gaan en deze opnieuw configureren en daar dus inderdaad allerlei instellingen veranderen. Dat zijn de widgets die je boven in de balk kan veranderen. Maar daarnaast zien we hier ook een aantal vakjes waar ik widgets kan plaatsen. En het eerste wat ik eigenlijk wil doen, ik wil eigenlijk dat de bezorgers gekoppeld gaan worden aan de adressen. Nou, dat kunnen we dus met editing doen. Ja, ik kan de editing widget openen. Bewerken heet het in het Nederlands. En daarin staat, oké, welke laag wil je bewerken? Nou, op dit moment heb ik maar één laag die ik wil bewerken.
En ik kan dus ook een keuze maken van, nou, welke attributen wil je dan bewerken? Hè? En in feite wil ik dat mijn gebruiker alleen de bezorger kan veranderen. Daar kies ik oké op. En op het moment dat iemand de app dus gebruikt en ik ga bewerken, kan ik dus inderdaad een adres selecteren en daar de bezorger Danny aan koppelen. En zoals je ziet heeft Danny een andere kleur. Kijk, waar is mijn legenda? Dat is hier mijn bezorgers. Danny is groen, Sandra roze en Tim is blauw. Alleen, ja, ik wil dus een route gaan maken en ik heb dus heel veel adressen. Om elk adres apart te klikken en te bewerken is nogal bewerkelijk. Vandaar dat er in de nieuwe release een nieuw widget aanwezig is. En dat is namelijk de badge, het op een badge-gewijze manier veranderen van gegevens. En ik moet eventjes zoeken, hier zit hij. Dit is de badge attribute editor. En daarmee kan ik dus ook meerdere objecten aanpassen. Nou, ik kan het object selecteren. Ik kan bepalen welke lagen wil ik gaan actualiseren. Dat is bijvoorbeeld de bezorgerlaag. En welke velden wil ik dan aanpassen? Nou, ook in dit geval wil ik alleen de bezorger toewijzen. In die paar stappen heb ik inderdaad nu de badge editor geconfigureerd. En we gaan eens even kijken hoe dat dan werkt. Ik kan dus inderdaad punten selecteren. Maar ik realiseer me dat dit niet erg handig is, want dan moet ik alsnog elk punt afzonderlijk weer aan gaan klikken. Dus ik ga opnieuw mijn widget configureren, mijn badge editor. En ik ga eens kijken of ik kan selecteren op oppervlak. Ik selecteer hem en ik zie nu inderdaad dat ik nieuwe tools krijg om inderdaad makkelijker te selecteren. En nu kan ik dus inderdaad gewoon zeggen, nou, dit huizenblok, 11 objecten geselecteerd, wil ik toewijzen aan Tim, opslaan. En dit huizenblok wil ik toewijzen aan D. En je ziet inderdaad op deze manier heb ik dus die attributen veranderd en de bezorgers toegewezen. Nou, we willen eigenlijk willen we deze mensen ook even attenderen welke adressen dat ze moeten pakken. Dus ik kan ook een query widget toevoegen. Dus laat ik nog een widget toevoegen, namelijk dat is het query widget. Ook hier selecteer ik weer een laag, namelijk bezorgen. Dat is de laag waarin ik filter wil toevoegen. En ik ga ook even kijken welke resultaten ik in die query wil tonen als resultaat. Dus ik wil eigenlijk de bezorger, de postcode, huisnummer toevoeging, nou eventueel de huisletter en inderdaad de straatnaam. Ik verwacht dat dat de openbare ruimte zal zijn. Ik kan even testen of het query widget werkt. Ik selecteer bezorgers. Ik kan een ruimtelijke filter gebruiken om objecten te beperken. Ook hier kan ik dus inderdaad weer een selectie in maken. En ik zeg ook, nou, voeg het resultaat maar even toe als een operationele laag. Nou, ik kan het dus uitvoeren, toepassen. En hij vraagt nu inderdaad van, nou geef dan maar even aan wat je wil selecteren. Nou, dit is het gebied waarin ik mijn brieven wil bezorgen. Ik zeg toepassen. En we zien inderdaad hier mijn selectie ontstaan. Nu is het aardige dat ik dus die selectie, als ik dat laat zien, dat zien we hier, weer kan tonen. En ik ga even mijn scherm kleiner maken, want ik heb rechts op mijn scherm wat knopjes staan. Dus ik kan er niet helemaal bij. Ik kan dus inderdaad die laag tonen in een attribuuttabel. En hier zien we inderdaad de attribuuttabel van mijn selectie. En het aardige hiervan is, ik kan dus dit ook weer exporteren als een CSV'tje. Op die manier kan ik een mailing de deur uit laten gaan of dit aan de bezorger tonen. Laatste stap die we, hè, ik heb nu mijn app even zelf getest. De laatste stap die we kunnen doen is het opslaan. Hè, en vervolgens het openen in de browser
En dit is de URL die onze gebruikers kunnen zien. En zij kunnen dus op exact dezelfde wijze deze app gebruiken. Heb ik nog een extra controlemechanisme? Namelijk, ik kan dus even kijken hoe de app functioneert op bijvoorbeeld een tablet of een iPhone. Of inderdaad, dat allemaal nog een beetje leesbaar is. En zoals je hier ziet, nou, dat gaat prima. De app past zich dus aan de grootte van het device waar het op draait. Ja, dat noemen we dus responsive design. Oké, laten we eens kijken nog naar een andere hele leuke toepassing. En dat is deze. Stel je voor, we zitten bij de klantenservice van een drinkwaterleidingbedrijf of bij een storingsdienst. En er is een calamiteit gemeld. Er is namelijk een lekkage. Heb ik deze app gemaakt en ik kan dus de locatie van de lekkage, hè, wordt doorgegeven, kan ik dus op mijn kaart zetten. Nou, hier is een lekkage gemeld. En ik kan dus nu een geoprocessing functie, die we hebben voorbereid, gaan uitvoeren. En die geoprocessing functie gaat voor mij kijken welke huisaansluitingen nu allemaal last hebben van deze lekkage. En ik merk dat de geoprocessing iets of wat langer duurt. Hij moest natuurlijk even wakker worden. Maar je ziet dus nu, als er dus een lekkage is, dan betreft dat de huizen in dit gebied. Daarnaast zie ik ook inderdaad het gebied. En als het goed is, ook komen ook welke afsluiters ik ontzettend snel dicht moet zetten om verder verlies van drinkwater te voorkomen. Dit is een geoprocessing functie, die zal ik zo meteen ook laten zien hoe je dat kan configureren. Een van de andere leuke widgets die ik hier in deze app heb zitten is Google Street View. Ik kan dus inderdaad ook al van tevoren even kijken, ja, hoe de situatie er ter plekke ongeveer uitziet. En in dit geval zijn de straten nog droog, want die foto's zijn wat ouder. Nou, hoe kan ik een geoprocessing toevoegen? We zien hier de service directory van mijn geoprocessing. En ja, wat opvalt, ja, er zitten wat input parameters en wat output parameters. Allemaal best wel complex om dit te snappen. Maar ik zal jullie laten zien hoe eenvoudig, of relatief eenvoudig, dit in de web app builder is toe te voegen. Ik ga weer terug naar mijn ArcGIS Online en in dit geval kies ik van oké, een andere ingang, laat ik eens een web app builder app maken. Nou, ik noem drinkwater, labeltje drinkwater. Dan hoop ik dat de app er nog niet bestaat en uniek is, we gaan het zien. Oké, web app builder wordt opgestart en ik wil dus inderdaad in mijn app een geoprocessing widget gaan gebruiken. Ik ga naar mijn tabblad widgets, ik kies widget 1 en ik ga naar het geoprocessing widget. Ik kies daar oké. Vervolgens krijg ik dus weer als beheerder mijn configuratiescherm en hier kan ik dus mijn geoprocessing functie toevoegen. Nou, ik had hem gekopieerd, de URL vanuit mijn service directory. Ik kies valideren en hij ziet inderdaad, er zit een geoprocessing isolation trace in. En dit vind ik dus wel heel erg sterk en krachtig. Mijn widget snapt nu welke informatie er nodig is als input. En hij ziet dus inderdaad van, hey, je moet dus een selectie maken op de kaart. In dit geval een puntje of misschien wil ik een storing of een ander symbooltje gebruiken. En hij snapt ook welke uitvoer er gaat komen. En in feite heb ik dus nu mijn widget geconfigureerd. En zoals ik hier op druk, zie je in feite hetzelfde als we daarnet zagen. En ja, zo eenvoudig is het eigenlijk om geoprocessings ook weer aan je app toe te voegen. Nou, een andere leuke app die ik eigenlijk nu wil configureren gaat eigenlijk over de Delta werken. Ik heb een webmapje gemaakt over de Delta werken. Laten we die eens openen. En er zit een mooie Nederlandse kaart onder. En we gaan even kijken
of mijn laag met puntjes symbolen wil laden. Ik zie ze nog niet verschijnen. Is niet erg, dan gaan we weer even terug naar de vorige wijze. Dit is mijn feature service. Laat ik het nog even proberen. Laat ik de kaart proberen te openen en anders desnoods de feature service even handmatig toe te voegen. Toevoegen. Oh, jullie zijn ze er inderdaad. Wat ik gemaakt heb is een kaartje met allerlei deltawerken. Ik heb een heel eenvoudig symbool aangegeven. De dammen, de sluizen, de keringen. We hebben wat tekst erbij. En inderdaad heb ik een fotootje van de locatie. En hier wil ik eigenlijk een webapp van maken. En daarmee wil ik dus ook gebruik gaan maken. Of ik wil dus eigenlijk ook buiten deze app kunnen inzoomen op de diverse deltawerken objecten. Ja, ik wil dus eigenlijk ook een content management systeem hebben of een website. En vanuit daar wil ik doorlinken naar specifieke deltawerken. En dat kan dus met URL-parameters. Maar als eerste zal ik even onze app, Studio App, Web App Builder App in elkaar gaan zetten. Dus ik kies weer aan de slag. En hier krijg ik vervolgens dezelfde kaart van mijn Delta werken. En zoals gezegd, als ik deze kaart open, kan ik dus in feite, hè, zien we hierboven de URL van mijn app, zoals ik die wil delen. Maar ik wil eigenlijk vanuit buiten kunnen zoeken naar een specifiek Delta werk. En dat kan ik dus door er URL-parameters aan te geven. Deze parameters zijn allemaal gedocumenteerd bij de Web App Builder, dus dat kunnen we vinden. Maar ik kan dus hier een query meegeven. En ik kan dus zeggen van, nou, je moet zoeken in de laag MapTour. Hier had ik die volgens mij genoemd. En je moet zoeken in het attribuut name. En daar wil ik dat je gaat zoeken op bijvoorbeeld de Oosterschelde kering. En als ik dus deze link op mijn content management systeem zet en ik start hem op en ik heb geen fouten gemaakt, dan zou die dus inderdaad inzoomen op mijn laagje. Nou, dat doet hij niet, dat is niet erg. We gaan even stiekem even de URL kopiëren die ik had voorbereid. Dat is deze. Ik kan natuurlijk altijd een typfoutje gemaakt hebben. Dit is mijn URL. En als ik dat invoer, dan zul je zien, hij zoomt er inderdaad wel op in. En dan laat het ook zien. Ja, dus op deze wijze kan je van externe pagina's de Web App Builder opstarten. Wat hier gebeurt, en wat dus met mijn URL'tje niet helemaal goed ging, dus ik ga even deze kopiëren om dat te laten zien. Ik heb dus inderdaad hier weer mijn Web App Builder app. Je ziet het ook aan die ik net gemaakt heb. Ik ga even dezelfde URL eraan plakken om te laten zien dat hij daar ook op inzoomt. En je ziet, hij zoomt nu eigenlijk wel heel erg ver in. Verder dan ik eigenlijk zou willen. Ik wil toch een beetje een overzicht bewaren. Nou, hoe kan ik dat nu doen? Als ik naar mijn kaart ga, kan ik mijn zichtbare schalen aanpassen. En door nu de onderste schalen te verwijderen, voorkom ik dus eigenlijk dat mensen heel ver kunnen inzoomen. Dus laat ik deze verwijderen. Laat ik hem opslaan. En laat eens kijken of dat direct effect heeft. Ik voer mijn zoomniveau in en je ziet inderdaad, de onderste schalen zijn niet meer zichtbaar. Gebruikers kunnen niet verder inzoomen, maar kunnen nog wel een overzicht creëren. Dus op deze manier kunnen we ook vanuit externe sites inzoomen op ja, de kaart openen. En met name voor bijvoorbeeld, ja, voor heel veel thema's is dit bruikbaar. Ik wil even doorschakelen naar custom widgets. Ja? Het kan zijn dat de standaard widgets in ArcGIS Online of in Portal for ArcGIS
die we bij de web app builder erin zetten, niet voldoende zijn. En dan wil je dus eigenlijk of custom widgets gaan gebruiken of je eigen widget gaan creëren. En de gemeente Den Haag heeft zo'n hele mooie widget laten maken. Maar hoe kan je nu inderdaad zelf daarmee aan de slag? Ja? Er is een website die heet ArcGIS voor Developers. En op die website zien we hier de Web App Builder. Er is namelijk een developer editie van de Web App Builder. Die hebben we heel goed beschreven. Je kan die downloaden. Je kan die dus op je eigen machine zetten. En het installeren is heel eenvoudig. Of het draaien ervan. Ik hoef slechts een batchfiletje te starten. En hij brengt op mijn machine een webservertje in de lucht. En ik kan dus inderdaad gewoon met de Web App Builder interface daarmee aan de slag. Nou, voordat je dus daarmee echt widgets kan maken, zou ik willen aanraden, loop even door de Getting Started heen en Building Your First App. Welke voorkennis heb je hiervoor nodig? Ja, je moet hier wel aan kennis hebben van HTML5 en daarmee dus ook JavaScript. Het mooie is, hier zien we dus inderdaad een ontwikkelomgeving waarin ik werk, Visual Studio. En het mooie is dat al onze widgets, alle source code is allemaal beschikbaar. Dus ik kan dus ook gewoon heel erg van leren van, hey, hoe heeft Esri dit nu gebouwd? En kan ik daarvan leren? Nou, JavaScript ontwikkelaars zullen zich niet afgeschrikt voelen door dit soort code. Maar ik kan me voorstellen dat de gemiddelde gebruiker hier ver van wil blijven. Nou, wat is het resultaat als je toch een mooie custom widget kan maken? Nou, dat heeft de gemeente Den Haag hier. Ze hebben een kabelzoeker of klushuis widget gemaakt. Ik heb hier een mooi kaartje met allerlei kabels die beschikbaar zijn of klushuizen. En ik kan dus gewoon nu leuke selecties maken. Ik ben bijvoorbeeld op zoek naar een klushuis en je ziet direct de kaart verandert ook. Nou, welke zijn beschikbaar? Nou, ik wil die klushuizen die binnenkort in de verkoop komen. En je ziet op deze manier kan ik door allerlei selecties heen mijn zoekcriteria veranderen. En het klushuis van mijn dromen kan ik dan vinden. Dat is een heel mooi voorbeeld van een custom widget. Een ander custom widget wat we gemaakt hebben, of eigenlijk hebben we hem niet helemaal zelf gemaakt, is een elevation profile, een hoogteprofiel widget, die ik dus op de AHN van Nederland kan loslaten. Ik kan inderdaad, ik zit hier in Valkenburg, even kijken, volgens mij is dit de Kouberg, dus ik kan dus inderdaad hier eens even kijken, nou als ik de Kouberg op ga fietsen, hoe steil is dat profiel nou eigenlijk? En daar gebruiken we dus inderdaad AHN. En je ziet hier een raar knikje. En nou, als ik dus even daar ga kijken, ik weet niet of ik het helemaal kan zien, dan zit daar waarschijnlijk een bruggetje. Voor de mensen die bekend zijn in Valkenburg, dan zit waarschijnlijk het viaduct wat hier over de weg loopt. Een widget die ook standaard bij de Web App Builder zit, is deze. Is het slider widget, waarin ik inderdaad twee kaarten heel makkelijk kan vergelijken. Het hoogteprofiel widget is nu nog een custom widget. Maar hij zit al in de JavaScript API. En daarmee verwacht ik ook wel dat hij heel binnenkort ook gewoon als standaard te gebruiken is in de Web App Builder. Een andere website waar ik jullie op zou willen wijzen, dat is de ArcGIS Solutions Gallery. Esri heeft gezegd, of Esri Inc. heeft maakt heel vaak demo's. Maar eigenlijk zijn ze met de markt gaan praten en hebben ze gewoon een aantal cases hebben ze uitgewerkt tot iets wat veel meer is dan een demo. En een van die voorbeelden is bijvoorbeeld een operational response. Webbeelder. En het mooie van deze uitgewerkte cases is dat ik krijg dus niet alleen maar de beschrijving van oké, wat is er nu nodig om dit dus inderdaad zelf ook te doen, maar ik kan dus ook alles downloaden. Hè?
Dus de ArcMap, de data, de file view databases. En er zit vaak gewoon een scriptje in wat ik maar hoef te starten. En alle data wordt gepubliceerd naar ArcGIS Online. De webappbeelden worden gemaakt, de apps worden gemaakt. En je kan direct daarmee aan de slag. Nou, ik kan dat laten zien hoe zo'n app eruit ziet. En het mooie van deze Esri Solutions is dat ook heel veel van deze apps gewoon standaard in webappbeelden te beschikking komen. Nou, ik heb hier een kaart met een mooie golfcourse en ik kan inderdaad daar een calamiteit, een incident op plaatsen. Ja? Dus laat ik, stel dat er inderdaad hier is er iets gebeurd met iemand zijn golfstick, of zijn club heet dat geloof ik. Ik kan er een bufferzone omheen geven en ik wil inderdaad weten van waar zijn de dichtstbijzijnde ziekenhuizen. Ik klik dus op hospitals en ik krijg de dichtstbijzijnde ziekenhuizen. Ze worden nog niet getoond op de kaart, dat is een beetje jammer, dus laat ik ze even, ja, ze moeten toch wel aan zijn. Nou, is niet erg. Ik zie, ik doe het gewoon even opnieuw. Er is inderdaad daar een calamiteit. En ik voer het uit en wat zijn de dichtstbijzijnde ziekenhuizen. Vervolgens kan ik inderdaad op het autootje klikken en dan worden voor mij direct een route gemaakt van met een inschatting van hoe snel de ambulance, nou, ik denk dat die nog wat sneller kan, er kan zijn. Dus dit is een manier om met incidenten om te gaan, om te kijken van hey, wat is er allemaal in de buurt? Hè? Wat is het weer? Maar welke emergency facilities zijn er allemaal? Waar zijn de ziekenhuizen? En dat soort informatie aan elkaar te koppelen. Nou, zo heeft Solutions voor veel markten hebben ze inderdaad hebben ze allerlei oplossingen bedacht die gewoon te downloaden zijn en te gebruiken. Een andere voorbeeldje wat ik eigenlijk wel ook wel heel erg mooi vind is van het integreren. He, want de webappbeelder is dus responsive, past dus in feite ook prima binnen een webpagina. En Waterschap Peel en Maasvallei heeft dat dus ook gedaan door een MyKalender uit te geven. En er is dus allerlei informatie over die MyKalender te krijgen. Maar ze hebben ook de webappbeelder, de viewer, gewoon geïntegreerd in hun pagina. Daarnaast hebben ze ook gedacht van oké, er zijn er ook alternatieven hè, voor mensen die met beperkingen, die kunnen dus inderdaad ook gewoon direct door naar de website. Nou, deze MyKalender, ik kan geloof ik op een sloot klikken en ik krijg gewoon een mooi overzicht te zien van waar de werkzaamheden op dat moment worden uitgevoerd. Hoe hebben ze dit erin gezet? Nou, eigenlijk is dat niet zo heel erg moeilijk. Dat is een technologie die noemen we iframes. En we hebben daar op een van onze demo-servers hebben we gewoon een formuliertje gemaakt. En in dit geval plak je dus in feite je URL van de viewer die je te beginnen wil stellen. Klik je in het formulier. Je kan een breedte opgeven, een hoogte. Wil je scrollbalken of kaders? En we laten direct een voorvertoning zien. En als ik inderdaad bijvoorbeeld een van de settings verander, zul je zien, hey, nu heb ik dus inderdaad een kader. Onderaan het formulier staat de code die ik dus in mijn content management systeem moet plakken. En op deze wijze kan je dus het voorbeeld van het waterschap volgen. Oké. Okay. Ik kijk even naar de tijd. We zijn al 39 minuten onderweg. Goed, als je dus aan de slag wil met de developer-editie, dan zijn er dus heel veel widgets te vinden op de Esri GitHub pagina. En ik kan daar dus inderdaad zoeken op de web app builder. En je ziet inderdaad daar van Esri Solutions de widgets. In de laatste release van de webappbuilder zijn er ook data reviewer widgets toegevoegd. En er zijn allerlei thema's te vinden.
Nou is ESRI niet alleen de enige organisatie die die widgets maakt en ter beschikking stelt. Dus als je zou googlen, vind je er nog vele andere. En ook de Street View widget die ik heb laten zien, is gewoon te vinden. En ook Cyclomedia heeft gewoon een Web App Builder widget gemaakt om de 360 graden panorama's zichtbaar te maken. Een andere website die in de gaten zou kunnen houden is de blogsite van Esri, blogesri.com. Want daarin vind je dus wat er nieuw is in Web App Builder en ook allerlei tips van wat er nieuw is en hoe je dat kan inzetten. Nou, dan is de grote vraag is, wat is een beetje de roadmap van de Web App Builder? Nou, we zullen dus steeds meer en meer widgets zien komen. Maar een van de grote zaken die we dus volgend jaar erin gaan zetten is natuurlijk, u ziet het al aan het brilletje, is 3D. En daar kijken we erg naar uit. Hier heb ik een aardig 3D modelletje in mijn browser gemaakt met onze beta release van de JavaScript API. En het ontwikkelteam is nu dus druk bezig om deze API ook in de Web App Builder te gaan gebruiken, zodat we ook gebruik kunnen maken van de 3D scene layers en de web scenes, zodat mensen die ook gewoon met een paar eenvoudige klikken kunnen gebruiken in Web App Builder. Nou, tot slot, voordat we aan de vragen komen en ik kijk Deen even aan, er zijn heel veel vragen, dat is mooi, dan reserveren we daar ook gewoon tijd voor. Tot slot, kijk even op onze edemo2.esri.nl gallery. Daar vind je dus heel veel voorbeelden van klanten, zoals zij de Web App Builder inzetten. En ik vind het altijd wel heel inspiratievol om daar naar te kijken. Informatie delen, daar gaat het dus om. Het antwoord op elke vraag geven en de Web App Builder apps vormen de flexibele of de interactieve applicatieschil om die informatie heen. En daarmee kun je dus inderdaad jullie doelgroep heel goed mee bedienen.